Het is matchday. Ja, zeker. Ajax speelt vanavond weer in de Champions League. FC Midtjylland tegen Ajax. En Ajax kende eigenlijk in eerste instantie grote personele problemen. Want Dusan Tadic, André Onana, Davy Klaassen en Ryan Gravenberg. Die mochten allemaal niet mee. Alles vanwege een positieve test. En dat was potentieel dramatisch geweest. Gisteravond is er het nieuws doorgekomen dat drie van die gasten alsnog mogen afreizen. Iedereen behalve Davy Klaassen. Wat wel een probleem is, want ik vind Davy Klaassen echt een enorme baas. En heeft zich gewoon naadloos in het team gespeeld natuurlijk. En is ook een beetje de drijvende kracht op het middenveld, vind ik. Absoluut een leider ook. We gaan zien hoe Ajax zich kan afbrengen zonder Davy Klaassen. En heel vet natuurlijk. Vanavond gaan we voor het eerst in de derde gouden shirt spelen. Best wel excited daarvoor. Ik heb hem op dit moment niet aan, omdat hij in de was ligt. Maar ik zorg ervoor dat hij vanavond tijdens de wedstrijd gewoon clean is en dat ik hem aan kan doen. Weet je wil niks jinxen natuurlijk. Nou, Dusan Tadic, André Onana en Ryan Gravenberg, die keren dus wel terug. Alleen is het nog niet 100% zeker, heb ik begrepen, of ze mogen spelen. Dus we gaan hier een beetje experimenteren in de opstelling. En Traoré zetten we in de spits. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat Traoré het echt fantastisch heeft gedaan. Ik zet Tadic op 10. En dan Neres op links buiten. Anthony en Neres. Gravenberg op het middenveld. Klaassen dus eruit. Omdat hij niet het land in komt. En dan wordt dat een vraag. Wie gaan we daar zien? Gaan we daar weer blind zien? Ik hoop het wel. We hebben gewoon een leider nodig op het middenveld. Nou, Blind en Tadic. Dat sluit goed op elkaar aan. Zetten Martinez weer achterin. Tagliafico linksback. Schuurs achterin. Mazraoui. En dan wordt dit denk ik zo de opstelling. Onana in de goal. Laten we hopen dat hij absoluut mag gaan spelen. Dat is ontzettend belangrijk. Hebben we hier nog mensen op de bank die we erbij willen hebben? Ja, Kudus willen we natuurlijk erbij hebben, maar die is niet fit. Die gaan we nog een aantal maanden missen. Ik denk dat we het hiermee gaan doen. Ekkelenkamp, kleine kans dat hij misschien nog gaat spelen. Promes, ik verwacht het eigenlijk niet. Laten we het op deze manier gaan doen. En dan gaan we spelen tegen FC Midtjylland. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. Stadion Neder. My name is Derek Ray, and with me is my commentary partner, Lee Dixon. Ik denk dat het typisch een Nederlandse stadion is. It all starts in the UEFA Champions League, the group stage and match day one. My goodness, so much to look forward to. It is Midtjylland up against Ajax. Yeah, cheers, Derek. Well, what a big moment for this club and these fans. But as underdogs, you've got to put the pressure on early doors. You've got to use that home advantage, push back the team that's playing against you. Echt kippenvel, jongen. Champions League. Altijd weer. Altijd weer. Traoré, Neres. Dedede Martinez is Ryan Gravenberg. Daley Blind, Nico Tagliafico. En geen idee wie dit is. Echt geen idee. Per Schuurs. Mazraoui, André Onana en onze captain Dusan Tadic. Volgens mij is FC Midtjylland ook de oude club van Mo Kudus. Of zit het ernaast? Ik kwam volgens mij wel uit Denemarken. Oh, Anthony. Waren Anthony vergeten. Maar wat ik zeg, ik zet Traoré toch in de spits. Is op het begin van dit seizoen redelijk verguisd al. Maar heeft zich toch sterk teruggevochten. En ik moet zeggen, natuurlijk tegen VVV Venlo. 0-13. Was belachelijk. Heeft hij wel 5 doelpunten gescoord. Gewoon een belangrijk aandeel in gehad ook. Want hij deed het goed. Hij lokte het ook goed uit. En tegen Heerenveen. Wat echt een... Heerenveen. Fortuna Sittard. Wat echt een draak van de wedstrijd was. Echt, wat een nare wedstrijd was dat om naar te kijken. Deed hij het ook weer goed. Dus
ja, best wel tevreden over hem. Wist niet te scoren volgens mij. Dat was bijvoorbeeld wel voor Brobby weggelegd. Maar Brobby speelde gewoon niet goed. Traoré wel. Wederom weer belangrijk. Dus hij verdient om in de spits te gaan beginnen. En we zijn los. Wel maar een level 66 rating hier in FIFA. En wat ik zeg, noem me de meeste voorspeller, geen Figo-waas. We zitten tot nu toe, uit de twee wedstrijden hebben we de helft goed. Laten we het daarop houden. En vandaag gaan we voor 2 uit 3. Tenminste, als we winnen, hoop ik. Dat is natuurlijk geen gegeven. Oh. Ik speel trouwens vandaag op mijn nieuwe GPU. Want hij is eindelijk binnengekomen. De Gigabyte RTX 3080. En mocht je weten wat ik daarvan vind en wat resultaten zijn. Oh, Ona! Anthony! Ik wou zeggen, oh, Nana. Ja, hier had ik een geplaatst schot moeten doen. Die had hier 100% gezeten. Ach, het scheelt niks, hè. Maar ik speel dus op de RTX 3080. Waardoor we FIFA in ultra settings kunnen spelen. Normaliter uncapped framerate. Maar die heb ik heel even op 60 gezet in verband met het capturen van het beeld. Aangezien we toch niet hoger kunnen. Ja, goed ingegrepen. Goed ingegrepen, de blind. Dusan Tadic aan de bal. En weer diep. Might be able to set up the chance. Nou, toch dat, ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van Anthony. Die heeft echt een geweldige indruk gemaakt bij Ajax in zijn eerste weken. Zijn eerste maanden nu. Staat er direct. Fantastisch om te zien. En hij laat ook wel wat Ziyech-trekjes zien. Door af en toe een crossbal te geven. Heerlijk om naar te kijken. Over Ziyech gesproken, hij is fit en maakt tegenwoordig een verpletterende indruk bij Chelsea. Ook tegen Burnley weer trefzeker en een assist. Ah, kom op jongen! Het is wel vrij compact. We zullen dus zelf de ruimte moeten creëren. Ja, daarom durfde ik niet uit te stappen. Ik wist dat hij deze bal zou geven. Oeh! Nee! Oh, dat scheelt niks. Dat is de eerste waarschuwing. Well, it's their best friend, the woodwork. Keepers always tell me that. Certainly helped him out there. Alle ruimte voor Tagliafico. Lijkt toch niet. Ja, wel snel genoeg. Maar geen gevaar. Lekker Schuurs. Laat Schuurs maar weer opkomen hoor, deze wedstrijd. Deed hij toch aardig goed. Had wel moeten scoren natuurlijk tegen Atalanta. Jammer van het resultaat. 2-0 voor tegen Atalanta. Die moet je dan over de streep weten te trekken. Is niet gelukt vorige week. Geen gevaar. Chance to play it in. Ham voor je, goed zo. Ja, we zijn het heel even kwijt nu. Schiet hem gelukkig zelf uit. Take a few more risks. Hopefully we'll see a goal soon. Gelijk kort hier, ja. En naar de andere kant. Lisandro Martinez. Tadic has it. Ik zie Neres zo weinig aan deze kant. Kijk, die David komt elke Neres. Keer helemaal vanaf daar.
Opportunity to deliver the cross. Kom op Traoré, scherp op zo'n bal man. Hij stapt er net terug volgens mij. Zonde. Dat moet echt beter. Dusan Tadic. Nu. Komt er weer niet bij. Is traag man. Hij is echt bijzonder traag. Wint gewoon niet de steekballen of de runs ten opzichte van zijn directe tegenstander. Nu dan. Yes! Ryan Gravenberg, vlak voor rust. Ik teken ervoor vanavond hoor. Prachtig om te zien. Well, we can see it again here. What a lovely inviting cross. Lekker goaltje hoor. Assist van Tagliafico. Lastige hoek. Maar hij weet hem binnen te prikken. Echt een spitse goaltje dit, hè? De eerste paal komen. En direct schieten. Prachtig om te zien. Heerlijk. En wat is het een mooi shirt, jongens. Wat is het een mooi shirt. Ik zal hem vanavond aan hebben tijdens de wedstrijd. Ryan Gravenberg, toch wel belangrijk voor dit Ajax hier in FIFA 21. Toch regelmatig treft, zeker. Krajev. So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. Kom op, Traoré nu! Hij wint het gewoon weer niet, hè? Sisto. Ik denk dat ik die ga wisselen. Maar van wie? Tadic doorzetten? Ja, nou, Alvarez op middenveld word je ook niet echt vrolijk van, hè? Well, his manager will be delighted with him. He's been spot on in this game, hasn't he? Energy, imagination, desire and a steely determination. Nou, we hebben de overhand in ieder geval. 3 schoten ten opzichte van 2. 55% balbezit. Laten we even kijken wat we kunnen doen in de opstelling. Want ik ben nog niet tevreden met hoe het loopt. Ik denk dat ik Promes in de spits ga zetten. Ligt er elke keer best wel wat kansen in de diepte. En daar is Traoré gewoon veel te traag voor. Echt veel te traag voor. En misschien Kleiber straks halverwege erin. Vind ik ook goed invallen bij Ajax elke keer. Best wel tevreden over. Nou, gaan we het hiermee doen. 1 wissel tijdens de rust. Promes erin. Hopelijk heeft hij zijn vorm hervonden. Want het is nog niet zo best wat hij dit seizoen laat zien. Wel mooi om te zien dat Tadic hem die goal gunde bij die penalty. Oh, wow. Dit gaat heel... Hij moest naar voren passen. Dan laat hij absoluut geen goal uitvallen. Want... Dan ben ik wel zuur. Intercepting it intelligently. This might be een enorm schakeling. Can they keep it going? Is de bal. Oh, daar is hij. Quincy Promes. Dit is hem. Ja. Quincy Promes. Heeft zijn vorm dus toch herpakt. Lekker goaltje hoor. Vrijwel identiek aan de eerste. Dat is natuurlijk wel een FIFA dingetje. Vaak weet je al meteen welke gaat zitten en welke niet. Nou, dit was vrijwel een zekerheidje. Ik denk dat dit de thumbnail wordt. Ja, dat was een mooi thumbnail plaatje. So, 2-0 now. Gouden wissel ook meteen, hè? Ik achterkans toch wel redelijk groot dat Promes gaat spelen vandaag. Promes. It's with David Neres. And an astute piece of defending. And a throw in it's going to be.
Time for a change then. Per Schuurs. Daar ligt de ruimte. Mazraoui with it. Ja, ja, ja. Goed, goed getimed, goed getimed. En nu afmaken. Yes! 3-0. Wat een vieze counterploeg, Ajax vanavond. Wat een vieze counterploeg. Maar ja, ze tellen allemaal, hè. Ze tellen allemaal. Well, here's the replay, and as we can see, the defense can't cope with the through ball. And then from there, een goede bal van Anthony. En wederom een goal van Quincy Promes. Kijk, en dit waren dus al die runs die Traoré niet kon maken in de eerste helft. Waardoor we maar met één goal voor stonden. Quincy Promes. Baasje wel, hoor. Is this going to be a thrashing? Mooi mannetje. Beetje popiopie, maar ik mag dat wel. Ik mag dat wel. Brutaal. Het zijn toch spelers die kleur geven aan een selectie. Mabil. Ja, goed die ruimte afdekken. Sviatchenko. Frank Onyeka. Nou komt Midtjylland. Oh! Real danger. Credit to them for winning back possession. Hey, hey. Foul there. Zeggen. Free kick awarded. Scheidsie. Neem je tijd, Per. Neem je tijd. He? Hij gaat op goal schieten. Ik zie het nu al. Time for the change now. Ik ben benieuwd, hè. Of kijk, FIFA 21, die krijgt straks een next-gen patch, een update. Ik weet niet of dat gelijk bij launch is van de next-gen, maar dat krijgt hij wel. In ieder geval, als je FIFA 21 koopt op de PlayStation 4, dan krijg je ook de PlayStation 5 versie erbij. Ik vraag me af of daar ook echt verbetering in zitten. Of dat het gewoon... Dusan Tadic. Of dat dat gewoon een... De PC-versie is op ultra settings. Ik verwacht eigenlijk dat laatste. En dat zou ik toch wel een beetje jammer vinden. Want dit zijn de ultra settings. En het ziet er natuurlijk gewoon prima uit. Maar we willen toch wat nieuws, toch? We willen wat nieuws. Het publiek gaat helemaal wild. Ik denk niet dat er publiek bij zal zijn vanavond. Ik weet eigenlijk niet hoe het in Denemarken zit, maar ze waren vrij streng dus. The ball rolling again in what has been an utterly one-sided match. 4 doelpunten. Nou, we weten dat Ajax kan scoren. Oh. This attack looks highly promising. Well, possession seeded. Ik denk dat we volgende keer op een iets hogere moeilijkheid moeten gaan spelen. Begin toch aan de game te wennen. Hey! Hey, dat is een tikken van achter. Oké, we gaan Kleiber brengen. Kleiber. Ik was er zwaar op tegen bij zijn komst. Eigenlijk nog steeds wel. Bedrag slaat nergens op en we hebben hem ook niet nodig. Maar, elke keer dat hij speelt, maakt hij op dit moment een goede indruk op me. Daar ben ik blij mee. Dus dat wil ik belonen. Met een invalbeurt. Wat een redding van Onana trouwens. Wat een redding van Onana. Wow. Dat was echt helemaal verkeerd gestapt. Oh yes. En de tweede goal, 1-4. And now a chance for them to revel in the moment. En zo steven het toch af. Op eenzelfde uitslag als vorige week. Dat was 1-4 tegen Atalanta. Het werd in het echt 2-2. Laten we hopen dat het vanavond niet 2-2 wordt. We hebben de 3 punten echt nodig. Die zijn eigenlijk ook wel verplicht tegen FC Midtjylland. Ja, zonder weer geen clean sheet voor Onana.
Mazraoui eraf voor Kleiber. Lijkt niet, maakt niet uit. Kleiber heeft een veel strakker baardje, man. Hier is hij aan de bal. Hij oogt af en toe wat houterig. En daar is verder niks mis mee, want hij compenseert dat wel. Really showing off his wide range of passing skills. Maar heeft dus ook in, wat ik begreep, in de jeugd bij Ajax gespeeld. En tenu! Doorkoppen, nee. Dat wordt hem niet. Open op Kleiber weer. Naar Blind. Quincy Promes. Ja, ja, ja. Ah, jongen toch. Dat was een gallery play geweest dan, hè? And take it away. Ja, doorzien. Was ook te opzichtig. And the danger cleared. I must say this looks promising. And intercept again. Het wil allemaal niet meer. Er zit zand in de motor. Hij hapert. Daarachter. Oh, nee. Jammer. Ik had gehoopt dat dat kon. Mocht niet zo zijn. Great opportunity. Chippy. Nee. Denied. Nothing positive comes of it, unfortunately. Space and time for the cross. Komt die in die? Dat we daar niet over hebben. Het was een geplaatst schot. Dat maakt het nog knapper. Dat was hem, jongens. FC Midtjylland tegen Ajax Amsterdam. 1-4. En hier kunnen we het alle over eens zijn, toch? 1-4. Fantastisch resultaat. Dus laten we hopen dat het vanavond ongeveer hetzelfde gaat. Als we een tegendoelpunt kunnen voorkomen, dan zou ik dat heel fijn vinden. Het is ook goed voor het vertrouwen. We krijgen toch wel redelijk wat tegendoelpunten tegen. Rare, domme tegendoelpunten. Dat moet tegen FC Midtjylland niet gebeuren. Maar 1-4 zou ik uiteraard heel erg blij mee zijn. Met goals van Gravenberg, 2 van Quincy Promes en eentje van Dusan Tadic. Jongens, ik wens jullie heel erg veel plezier bij de wedstrijd van vanavond. Ik drink een biertje erop. En tot de volgende keer bij de meeste voorspellen. Oké, later jongens. Ciao.